hier in Moerwijk in Den Haag en we staan bij het Krap bij Kashuis. Waarom staan we hier, Dave? Nou, in Den Haag kampt 1 op de 5 huishoudens met schuld. En daarom heeft Schuldenlab 070 samen met Onzichtbaar Den Haag, Haag Wonen en Kringloop Den Haag het initiatief genomen om een belevingshuis te starten. Tijdens deze beleving krijg je allemaal uitdagingen en keuzes voorgelegd waarbij je echt kan voelen hoe het is om te leven met schuld. Ja, want er zijn heel veel vooroordelen over mensen met schuld en iedereen heeft er wel een bepaald beeld bij, maar hier loop je mee met de alleenstaande moeder Beata om te kijken hoe dat is. Laten we binnen gaan. We willen vooral laten voelen hoe het is om Beata te zijn. Er komen een aantal situaties naar voren waarin je keuzes moet maken, waarin je voor een dilemma komt te staan. Kies ik A of kies ik B? Waar het op neerkomt is dat iedereen een portemonnee heeft en ja, daar moet geld uitgegeven worden. Dat zijn 40 euro per week. En daar moeten ze mee rond zien te komen in de week. Gaat dat lukken of gaat dat niet lukken? En wat voor keuzes ga je dus maken? En welke gevolgen hebben die keuzes voor de volgende dag, de dag daarna? Want een week kan soms heel lang duren. Jij zei net al, dus je hebt natuurlijk meegedaan, dat het voelbaar is. Dat vinden we ook wel belangrijk, dat je het gaat voelen. Dus we werken heel veel met echte verhalen. Het team van Onzichtbaar Den Haag bestaat ook uit ervaringsdeskundigen die het meegemaakt hebben, die in Krap bij Kas zaten en dus keuzes moesten maken. Je gaat je steeds meer identificeren met deze vrouw. En ook beseffen dat je heel veel keuzes moet maken in een week. En je hebt maar een heel beschikbaar inkomen. En daar krijg je bijna kipvel van. Het is gewoon heel, heel confronterend. Een nichtje die in Amstelveen in het ziekenhuis ligt en dat je dan moet je dan weer met je ouders mee of doe je het niet? Je bent dan toch weer afhankelijk van je ouders en ben je daarvoor ruim 40 geworden. Je bent dus letterlijk niet vrij om je hart te volgen en dan heb ik het niet over rare hysterische dingen, maar gewoon je moeder zit in het ziekenhuis, je weet niet wat er aan de hand is, je wil naar je moeder toe en dat kan niet. Of het kan wel en dan heb je misschien 3 dagen geen eten. Nou, dat is voor mij onvrijheid. Wat het voor mij is dat ik gewoon die ervaringen die ik gehad heb, dat ik die kan overbrengen. En dat mensen daar meer begrip voor krijgen. Ik vind het belangrijk om ervaringen uit te delen, waardoor er eigenlijk meerdere verhalen ontstaan. Perspectief wordt daardoor verbreed. Wij houden graag van om de medemenselijkheid te laten toenemen. Daar bedoelen we mee dat ik een verhaal heb, maar jij ook. En in een ontmoeting waar 2 verhalen zichtbaar kunnen worden, ontstaat er een nieuw verhaal. En zo denken wij dat we daar de wereld stap voor stap en elke dag een beetje meer mee kunnen veranderen.